Zo, het is weer zover. We gaan vandaag, nou niet kennis maken, maar die hebben we natuurlijk al wel heel vaker gezien. Echt een icoon van DVS 33, super vrijwilliger, goede voetballer geweest vroeger. En ja, ik ben heel benieuwd wat er uitkomt hier. Ik denk dat er nog geen beweging is, dat hij niet helemaal heeft begrepen wat ik precies bedoelde, maar hij zou na een minuut er aankomen lopen, dus ik moet toch even kijken waar dat jong is. Dus heel even kleine pauze en dan geef ik even een seintje en dan komt hij eraan lopen en ja, dan gaan we het overal over hebben. Hij heeft het gelijk begrepen, hartstikke goed. Helemaal top. En ja, jullie zien vanzelf wel wie dat is. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Zo, kijk. Nee. Wie we door hebben. Ja. Jammerbaas. Van die dingen, hè. Kijk. Ja. Dat moet wel even gebeuren, want het wordt allemaal opgenomen. Ja. Anders moet ik direct langs het bureau. Oh. Kleine bekeuringen in ontvangst nemen. Ja, het bureau is dicht, hè. Ja, het bureau is dicht, hè. Ja. Nee. Ja, je woont mooi, joh. Lekker dicht bij het centrum. Ja, met een week of twee keer vallen en je bent er. Ja, hartstikke lekker, man. Ja, ja. Hey, ja. En ja, je woonde eigenlijk bijna vlak naast Piet Schrijvers. Ja, die zat iets verderop. Ja, zat iets verderop inderdaad. Ja. En helaas overleden. Ja, ja. 75 nog maar. Ja, en jij zal het wel vaker meemaken natuurlijk, dat je ook leeftijdgenoten of mensen die ouder zijn dan jij, of zelfs ook nog jonger, hè, zoals Piet Schrijvers. Ja. Je hebt er heel wat zien wegvallen, ja, Gijs. Ja, heel veel. Ja. 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 En dat is niet altijd even makkelijk, of wel? Ja, maar dat leven gaat door, Piet. Het leven gaat door, hè? Ja, ja, het is natuurlijk altijd wel, wel even broed en rot. En, maar het gaat weer door. De mensen staan ook niet stil, dus... Ja. En jij gaat ook gewoon lekker door? Ik ga ook gewoon door, dat zie je. Ja. Hoe oud ben je nu? Oh, niet zo. Als ik vragen mag. Niet zo oud dat ik eruit zie, maar 87. 87? Ja, meneer. Gijstonder. Ja. Ja. Dat zijn mooie leeftijden. Ja. Ja, 87. Dan heb je wel de meeste aardappels zaten, hoor. Ja, dat doet me herinneren aan mijn vader. Oh. Die is 87 geworden. Maar ja, jij gaat gewoon nog even door. Je gaat over de 90, denk ik. En zeker als je zo die belangstelling houdt voor voetballen. Sport. Belangrijk, ja. Hè? Ja, ja. Sport. Ja. Je loopt bij je leven lang erbij, hè? Dat is. Ja. Kijk, je werd lid van je clubje. Ja. En daar bleef je. Ja. Kijk, dat is nu allemaal anders. Dat is allemaal anders. Het is allemaal geld. Ja. Ja. Ja, dat is duidelijk. Hoe lang ben jij nu al lid van DVS? Ik dacht 72 jaar. 72? Ja. Dat is nog meer dan Jan van der Vlis, of niet? Ja. Jan zei ook al laatst van, ik ben een 70 jaar lid. Jan, 70 jaar. Ja. Ja. Zou ik die ook nog een keertje naast me krijgen? Bert is Nieuwenhuis, die had net zo lang lid kunnen wezen als ik. Ja. Hij is nog even naar VVOG geweest. Die moest naar VVOG. Ja, over VVOG gesproken. Vanmiddag gaat het weer gebeuren. Ja. Ja, Piet, voor ons is dat weer iets om naartoe te leven. Maar je hebt natuurlijk, die spelers tegenwoordig, die komen overal vandaan. Ik denk niet dat die er 1 minuut wakker van liggen. Ja, ja, dat is gewoon zo. Ze zullen toch wel iets voelen, of niet? Ja. Misschien het publiek. Publiek? Ja. Ja, ja. Maar ik denk niet dat ze het wat uitmaakt. Ik moet me helemaal vergissen. Ja. Maar dat ze het wat uitmaken als ze nou tegen Fox spelen. Ja. Of dat ze tegen ACV spelen. Of noem maar op. Ja.
Hey, maar jij trek je dus wel wat aan, zeg maar, dat er niet in het eerste allemaal echte Ermeloers zitten? Of ben je wel zo reëel dat je zegt, ja, kijk, als je op hoog niveau speelt? Ja, natuurlijk, je wil allemaal wel een beetje op niveau spelen. Dat is. Maar ik vind het, ik zou het wel prettig vinden natuurlijk, als er ook nog zo'n stuk of vier Ermeloers in liepen. Ja. Kijk, je kunt niet meer met 11 Ermeloers, dan red je het niet. Nee. En dat zie je bij EFC Horst. Ja, op een gegeven moment dan speelt geld weer een grote rol. En ja. Dan halen ze spelers van buiten. Wat dan moet, anders kom je niet verder. Ja. Wat dat betreft is het toch uniek wat er in Urk gebeurt? Ja, dat vind ik heel apart. Dat is zo apart. Ja. Ze hebben geloof ik één speler van buitenaf, de keeper. Ja. Maar dit zijn ook echt jongens van staan vast, hè? Ja. Dat zijn zulke sterke donders. Ja, die stropen de mouwen op en die gaan ervoor. Ja, ongelooflijk. Ja, dat kan misschien technisch altijd niet zo mooi wezen zoals wij dat doen, maar ze staan er wel. Ja. Nou, die staan er echt. Ik weet niet of ze het volhouden, hè? Of je dat soort voetbal volhoudt. Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Ja. Dat zal, ze krijgen met blessures te maken. Ik weet niet of ze. Ja, maar dat soort jongens krijgt niet zo heel gauw blessures. Nee. Dat zijn. Ja, ik weet niet wat ze allemaal doen, maar. Ja, dakdekkers, bouwvakkers, vissers. Dat soort. Ja. Sterk volk. Maar dat hadden wij eerder ook. Dat waren ook allemaal jongens van de praktijk. Ja. Neem Jan van den Berg maar, Timmerman en zo. Ja, Klaas Bessersen. Ja, het waren allemaal jongens van de gestampte pot. Ja. Schenk, om nog eens even een naam te noemen. Dat was... Militair. Militair, maar dat was ook altijd een heer, hè? Ja. Het was een voorbeeld. Ja. Ja. Ik was toen echt een fan, hè, van jullie. Oh? Ik was pupil, zeg maar. Welp, heette dat vroeger. Ja, dat zat ik in Welpen 1. Oh, ja, en toen was ik echt fan van jullie, hoor. Ja, elke wedstrijd kijk, Arie van der Laan. Dan mocht ik altijd mee, weet je wel. Met Arie, ik was bevriend met zijn zoon. Met die gasten. Ja. Ja, zeker. Dus er geloof ik één, Rijn Kok. Rijn Kok, ja. Die is langer lid nog eens ik. Ik geloof dat Rijn net 90 is of 91. Ja, heeft hij ook in het eerste gespeeld? Ja. Rijn heb ik mee gevoetbald. Nou, dan had je Van de Gier. Ja. Van Herpen. Cor de Gier of Jan? Ja, Cor. Ik had met Jan gevoetbald en met Cor. Ja, Cor is overleden. Ja, en Jan? Jan weet ik niet. Volgens mij leeft hij nog wel. Ik heb Cor de Gier meegemaakt als tennisser. Jongen, die kerel kon alles. Die kon echt alle sporten, hè? Wielrennen, schaatsen. Hij was overal de beste mee. Ja, onvoorstelbaar. Om maar eens even iets anders te noemen. Onvoorstelbaar. Ja. Knap, hè? Ja. En hij hangt hier. Die woonde geloof ik in Hieren. Ja. Die had ook nog bij DWS een voetbal. Ik doe even iets ventilatie aan, want en dan moet je iets harder. Praten, want anders dan is het niet te verstaan. Oh. Ja, weet je wat? Die ramen die beslaan natuurlijk, omdat het geregend heeft, hè? Oh ja. Ja, Cor de Gier. Ja. En schaatsen ook. Poh, die grote klappen, Gijs. Ja, maar die jongen kon alles. Op het Kanemeer, weet je? Kampioenschap van Ermelo. Egbert Vossenbelt, Wim Kamphorst, ook overleden. Ja. Cor de Gier. Ik ben ook nog kampioen geweest van Ermelo. Wat? Ja? Waarmee? Schaatsen, rondrijden. Ja? Ja. Rondrijden? Rondrijden. Kunstschaatsen? Op die middenbaan. Met je vrouw? Nee. Andere vrienden? Andere vrienden. En we waren met z'n drie. Klopt. Wessering, van die sigaretten, de bakzaak. Ja. En Dirk van den Berg, die kleermaker. Ja. Met z'n drieën. Geinig, hè? Ik werd één met zo'n bekertje. Gewoon centimeter of 4-5 voorop. Eetje, mina. Ja, leuk. Ja, toen echt op het KNMI altijd wedstrijden, weet je wel? Ja. Ik heb ook eens een keer moeten sprinten tegen Paaltje Middelbos. Oh, ja. Nou, dat was ongeveer de eerste donkere jongen op het ijs. Ja. Daar moest ik tegen sprinten. Ja, ik verloor ook nog.
Ja. Ja, die buitenbaan was voor de schaatsers, hè? Ja. Ja, ja, en ja, wij mooi. Mochten dan op de binnenbaan. Ja. Op een baan, het was zo'n rondje daar. Ja. Ja. Maar goed, hey, Bertus van Nieuwhuizen, ja, nou, die heb ik natuurlijk ook al in de auto gehad, hè? Ja. Die vertelde natuurlijk hele verhalen over VVOG. En ja, dat waren nog eens tijden. Toen was VVOG echt beduidend beter dan DVS, of niet? Oh, ja. Ja, hè? Maar ik ben, wat dat betreft, de laatste paar jaar, maar... Nee, Fokker is altijd beter. Fokker is zelfs nog kampioen van Nederland geworden, geloof ik. Ja. Tegen wat voor jongens speelde jij onder andere? Bertus Hoeven natuurlijk, ja, of niet? Bertus Hoeven en ja, wie zat er allemaal nog meer in? Klaassen. Klaassen. Op het middenveld. Klaassen, had. Ja. Oh, dat is een goede voetballer, hoor. Ja, hè? Middenvelder. Ja. Ja. En dan had je Foppen en Jootje de Lange. Jootje de Lange, ja. Ja. En dat soort jongens allemaal. Ja, ja. Dat ging er wel op, maar we kregen altijd klop. Ja, altijd, hè? Ja. Ja. Ik heb één keer gelijk gespeeld, geloof ik. Ja. En een keer met 6-0, geloof ik, dan verloren. Ja. 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 Maar jij bent en blijft altijd DVS trouw. Ja, Bertus is dan naar Vocht gegaan voor de poel natuurlijk, hè? Ja. Ja, toen al? Toen al, ja. Donder? Ja. Ja. Dat is wel. Dat was een van de eersten. Ja, dat werd hem niet in dank overgenomen, hoor. Nee, hè? In Ermelo. Nee. Dat is wel. Dat was een kameraad van ons, zeg maar. Het is echt een doodzonde. Jo, ja. Een beetje naar die groene. Alles wat groen is, moet toch gemaaid worden, ja, of niet? Ja, dat zei me toen wel altijd. Ja. Maar ja, dat is allemaal verleden tijd. Het is nog allemaal anders. Ja, dat is wel anders. Maar toch voel ik vanmiddag wel een beetje extra spanning, denk ik. Ja, bij de ouderen wel. Dat ben ik van overtuigd. Ja. Ik ga vanmiddag duo-verslag doen met Laurens Sloot. Dat is een beetje de grote technische man van VVOG ook. Die zorgt ook een beetje voor een van de sponsoren van VVOG. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat verwacht je eigenlijk van de wedstrijd? Ja, wat verwacht je? Ik heb ze dinsdagavond gezien dan. Ja, ik ben er niet geweest, maar op de site heb ik het gezien. Ja, op de televisie. Ja. DVS TV. En ja, de eerste helft, nou, ik vond ze fantastisch voetbal. Ja, mooi, hè? Ik was stelt me dus dat, ja. Ja, ik ook. Ik was verbaasd. Zo goed. Ja. Zo. Zo'n groot verschil met de afgelopen zaterdag. Oh man, niet te geloven. Hoe? Adolfo wist niet waar ze het zoeken moesten. Ja, precies. Tweede helft was wat minder. Ja. Toen gooide Adolfo de kracht erin, het fysieke. Ja. Maar dan zeg ik jongens vanmiddag, ja, dan moeten ze kunnen winnen van Vocht. Denk ik ook, hè. Maar ja, ik ben altijd zeker wedstrijden om zich, hè. Ja, precies. Moeilijk te zeggen. Ja. Ja. Nou, je kinderen en je kleinkinderen, die doen het ook goed op sportgebied, toch? Of niet? Ja, die Bert natuurlijk. Ja, Bert. En Mike nu met het eerste. Mike loopt erbij. Lars is vertrokken naar Putten. Ja, Lars natuurlijk. Die zei, ik ben zat op de bank zitten. Ja. Als DVS uitspeelt en Putten thuis, dan ga je natuurlijk even naar Putten, of niet? Dat zou misschien nog wel eens kunnen, ja. Yeah. Dat ik er even heen ga. Ja. Ja. Mooi. Ja, Jan Vlis is helemaal Vogger geworden, hè. Ja, kijk hè, vanaf VVOG. Ja. Vanmiddag moeten we met hem op pad rijden. Ja? Ja, want Jan die weet overal de weg daar, hè. Ja. Die komt er meer. Ja. Het is gewoon, ja, het is bijna een groene geworden. Ja. En Jan, altijd kritisch, hè, op het eerste. Ja, jongen, wat doe je nou? Ja, gaat die bal weer terug? Kijk, dat moet je met de korrel zelf nemen. Hè? Dat is... Ja, hè? Dat moet je niet... Het zit in zijn karakter, of niet? Dat, ja. Ja. Kijk, Jan, die een ander houdt zijn mond dicht. Ja. Maar Jan gooit het eruit. Maar hij meent dat allemaal niet. Dat is precies. Maar dan komt dat hij zelf ook een voetbal werd. Ja, dat geloof ik ook, Ik zei, man, je schoot er ook altijd 10 meter over de goal heen. Ja, dat heb ik van die dingen. Ja, maar... Ja. En gisteravond had ik Jaap Tempel nog weer op visite. Ja? Ja, die komt ook één keer in de 3 weken of 4 weken. Dan, Jaap was toch door een talentvolle keeper. Ja. Was een goede keeper. Jawel, Jaap die kon wel aardig keeper. Ja. Later is hij trainer geworden. Ja. Ja.
Jaapie. Ja, Jaapie. Hoe oud is Jaap? Ook ongeveer jouw leeftijd? Tegen de 80. Tegen de 80, ja, hè? Ja, Jaap, 80. Jaap was toen natuurlijk heel stuk jonger dan jij, hè? Ja. En Wim van Leeuwen ook, hè? Ja. Daar heb je ook mee gevoetbald, of niet? Ja, die waren allemaal wat jonger. Oh, technicus op linksbuitenpositie. Ja, weet je, zoals Wim van Leeuwen ook, die, zeg maar, die leiden er niet zo wakker van. En je ziet hem dan ook niet meer bij het voetballen. Nee. Die gaan een beetje fietsen, tennissen, ja. Kom maar op. Ja. Prima jongens allemaal. Maar ja. Ja, maar ik snap niet dat als je zelf zo fanatiek gevoetbald hebt, dat je dan niet belangstellend blijft voor het voetballen. Hè? Dat snap ik niet zo goed. Ja, ja. Nou ja, goed. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere dingen in het leven. Jawel. Zo, ben ik DVS ook een tijd uit het oog verloren, hoor. Toen was ik lekker aan het tennissen en... Ja, ik ben natuurlijk gymnastiek. Hoe oud ben jij nou dan? Ik ben 72. Oh, toch ook. Schiet ook al op. Ja, ja, je wordt toch ook een dagje ouder. Ja, je zou het niet zeggen, maar... Nee. Ja, kijk, nou, toen Bert, die heb ik lid gemaakt. Toen werd hij 5, geloof ik. Ja. Toen kon je lid worden. 5 was. Ja. Toen ik moest 15 wezen, anders kon ik geen lid worden toen. Ja. Maar wel wat ouder. Het bleek wel een talentje, Bert. Of niet? Ja, hij kon wel aardige bal trappen, hoor. Ja. En als trainer toch ook... Trainer had hij toch aardig gedaan. Naam gemaakt, ja. Ja. Verder heb je ook nog een dochter, hè? Een dochter, ja. Nog. Hoe heet ze ook weer? Larissa. Larissa. Larissa? Ja. Heb ik die ook niet les gegeven? Ja, volgens mij wel. Ja, denk ik wel, hoor. Ja. Die voetbalt ook met DWS. Ja, ja. Met de dames dan. Ja. Ja, Larissa. Ja, nee. Ja, nee. Maar je hebt toch nog een dochter, of niet? Ik? Ja. Ja, 3. Ja, 3 ook nog zelfs. Ja, ja, ja. Noem ze op hun namen? De oudste was Irma. Irma, die heb ik lesgegeven. Oh. Ja. Irma, en dan kwam Nanda. Ja. En dan Gea. Ja, ja. En ik kwam Bert, die kwam achteraan. Ja, ja. Ja. Oh, dus Bert was de jongste? Ja, dat was de jongste. Ja. Goed zo. En toen later, Bert ook weer een jongen, dat was Mike. Ja. Ja. Nou, Mike die is in oktober, zal hij wel huldigd worden. Dan is hij 25 en dan is hij 25 jaar lid. Ja. Ik heb hem... Een half uur na zijn geboorte heb ik hem lid gemaakt. Ja, echt? Ja? Ja. Dit is wel uniek. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Nooit, bij DWS. Dat nooit. Is uniek. Dus hij kan echt het oudste lid worden ooit? Ja, dat zou kunnen. Dat zou, ja, als hij 90 wordt. Ja. Is hij 90 jaar lid? Ja. Dan haal jij nooit. Of wel? Nee. Ja, kijk. Nou. Je moet een beetje mazzelen. Hij werd overdag geboren. Kijk, en dan kun je hem... Dan kon ik hem opgeven. Ja. Als je s'nachts geboren was, ja, dan had er weer een dag tussen gezeten. Ja. Ik snap het. Volkers, die wou dat ook proberen, weet je wel, Volkers. Ja. Maar die kleine werd gewoon s'nachts geboren, dus dat redde ik niet. Geweldig. Mooi, hoor. Ja, dan ben je ook nog heel lang vrijwilliger geweest. Elftal leider ook. Ook nog. Was dat... 6 jaar. Was dat een succesvolle periode? Ja, toen begon het voetbal wel een beetje serieus.